Marthe Donat. Heel waarschijnlijk zegt de naam u niets. Maar in de jaren na de Eerste Wereldoorlog was deze Antwerpse kunstenares de enige Belgische vrouw in de internationale avant-garde. Ze stelde tentoon naast Picasso, Modigliani en Mondriaan. En toch is ze nauwelijks bekend. Over die bijzondere vrouw in de mannenwereld van de kunst is een tentoonstelling geopend in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Marthe Donat, hier op een zelfportret, wordt geboren in 1885 in het Antwerpse burgermilieu. Ze studeert schilderkunst aan de Academie van Antwerpen en Dublin en trekt naar Parijs, waar ze het cubisme ontdekt. En ook de Oekraïense beeldhouwer Alexander Archipenko, met wie zijn relatie begint. Archipenko raadde haar aan om een andere naam te nemen. Ze kwamen op Tour Donat. Tour Donat was een heel neutrale naam. Dan wisten ze ook wel als vrouw. In de mannenwereld was het gemakkelijker om succes te boeken. Ze prangt op affiches naast onder meer Picasso en Mondriaan, maar het succes duurt maar zolang de relatie met Archipenko duurt. Het is ook zo, toen ze van hem scheiden, dat haar succes verminderde. En dat is ook een teken dat je eigenlijk in zo'n mannenwereld als vrouw het moeilijk kon maken. En daardoor raakt Donat en haar werk vergeten. Het is eigenlijk een van de weinige artistische vrouwelijke avant-gardisten in België. En dus het is werkelijk een onthulling. De strakke vormen en hoeken van het cubisme vlakt ze af met fijnzinnig aangebrachte kleuren, zoals in dit schilderij. Die invalshoeken zijn geaccentueerd door allemaal verschillende manieren van omgaan met de olieverf op het schilderij. Dus ik krijg bijna een staalkaart van hoe je kan werken met olieverf. En onder de abstracte penseeltrekken schuilt het concrete leven. Zoals de vrouw die zit te werken, de vloer, de keukenvloer, de lamp, het behangpapier. De tentoonstelling Donat de Belgische avant-gardiste loopt nog tot 5 juni in het Museum voor Schone Kunsten in Gent.